What is up guys, Mark van TechTime hier en leuk dat je kijkt in deze video. Ik ben een beetje ingebouwd op dit moment, want er staan hier zoveel leuke producten en we gaan hier een hele leuke PC mee maken. Jongens, welkom bij een nieuwe PC-beeld. We gaan beginnen. Jongens, jullie support de laatste tijd is echt waanzinnig. En laten we kijken of we dat kunnen gaan volhouden. Geef deze video ook massaal even een duimpje omhoog. En zorg ook voor dat je geabonneerd bent. En zet dat belletje aan. Deze video is ook powered by NZXT en Kingston Fury. En ik heb hier zo'n leuke PC-beeld klaarstaan. We beginnen natuurlijk even met het moederbord hier. En dit hier is dus de N7ZZ190. Een van de meest luxe moederborden die NZXT op dit moment heeft. Die ook geschikt is voor de 12e generatie Intel Core CPU's. En als voeding hebben we hiervoor dus een C850. Een 850 watt voeding voor deze PC is meer dan genoeg. En kom je zeker wel even lekker mee vooruit. We hebben hier de waterkoeler. En dat hier is dus de N6T Kraken Z73 RGB. En ja, we doen maar zo. High-end kast. Hoort high-end waterkoeling erbij. Want dit hier is ook een van de allernieuwste H7 kasten die NZXT ook heeft. Dit hier is namelijk de H7 Elite. En het is wel een heel mooie kastje. Ik ben er stiekem wel heel jaloers op. Maar we gaan hier iets heel leuks mee maken. Als CPU is gekozen voor de 12e generatie Intel Core i7-12700K. Die snel genoeg is om lekker mee te gaan video editen. Want dat is ook een beetje de main focus voor deze PC. Dat je er lekker mee kan gaan editen. Terwijl het er toch heel erg leuk uitziet. Deze CPU is daar absoluut snel genoeg voor. Maar hij wordt ook bijgestaan door middel van deze Gigabyte GeForce RTX 3060 Eagle. De 3060 Eagle zorgt voor voldoende versnelling in Premiere Pro en is daar zeker ook geschikt voor. Plus een groot voordeeltje, 12 GB GDDR6 geheugen vindt DaVinci Resolve ook heel erg tof. Dus ja, een RTX 3060, dat is dus waarom deze erin zit. Als geheugen hier heb je dus de Kingston Fury Renegade 2x 16 GB DDR4 geheugen, wat zeker snel genoeg is voor deze PC-beeld. En als SSD dus de Kingston Fury Renegade van 2 terabyte. Jongens, het wordt een hele leuke PC-beeld en ik ga je alles even laten zien hoe je dit gaat doen. En ik ben heel benieuwd naar wat jullie ervan gaan vinden. En laat mezelf even wat meer werkruimte geven, want ik begin een beetje claustrofobisch te worden hier. Let's go! We gaan alles installeren op dit moederbord van NZXT. De N7ZZ90 is eigenlijk een moederbord van ASRock, maar dan met de looks van NZXT. Haal het moederbord uit de verpakking en leg deze dan ook op de doos. Deze PC heeft als main focus om video's mee te gaan bewerken en daarom is er ook gekozen voor deze Intel Core i7-12700K. En niet alleen is deze snel in bijvoorbeeld Premiere Pro, maar de Intel UHD Graphics 770 is in staat om net even een extra boost te geven tijdens het editen. Haal de CPU uit de verpakking, open de socket en match dan ook het driehoekje wat op de CPU staat met het driehoekje van de socket. Socket weer even dicht doen en je bent klaar en je CPU is geïnstalleerd. Hoe meer geheugen als editor, hoe beter. En voor deze beeld koos dan ook voor dit kitje van Kingston Fury. De Renegade RGB geheugen is sneller geklokt en met 32 GB RAM is het voor nu nog voldoende. Haal het geheugen uit de verpakking, klik het geheugen in de tweede en vierde geheugenslot en let ook zeker even op die inkepingen van het geheugen. Het past er namelijk maar op één manier in en als het er verkeerd induwt, dan kan het heel erg fout gaan aflopen. Nou, een beetje duwen tot je een klik hoort en je bent klaar. Onder de socket zien we een kapje met het NZXT logo en dit plaatje is magnetisch, dus het is easy om het eraf te halen. Draai nog even de schroefjes los, haal de heatsink eraf, plaats de SSD erin en ook dat is gedaan. Nou, peel nog wel even een plasticje van de heatsink eraf, schroef deze dan vast en klik het plaatje met het NZXT logo er weer op. Het eerste deel van je PC-beeld is nu dus klaar. Leg het moederbord aan de kant, want we gaan over naar de behuizing. En dit hier is de nieuwe NZXT H7 Elite. En dit is een van de nieuwste kasten waar we vandaag in gaan bouwen. Het openmaken van de kast gaat hier zonder gereedschap. Trek het bovenste gedeelte los en trek dan ook de zijpanelen van de kast. Even die lootbox eruit en dan kunnen we aan de bak. Je kan ervoor kiezen om eerst het moederbord te gaan plaatsen, maar ik doe dat hier nog niet. Ik start eerst even met de voeding en de NZXT C850 is hier krachtig genoeg voor. Haal de voeding uit de verpakking en klik de juiste kabels er dan ook in. Voor deze PC-beeld maak ik gebruik van 2 CPU-stekkers, 1 keer PCI Express, 1 keer SATA en uiteraard ook de stekkers van het moederbord. Schuif de voeding via de zijkant erin en let er wel even op dat de fan ook aan de onderkant zit en draai dan de schroefjes erin.
Pak dan het moederbord er weer bij. Zorg ervoor dat de I.O. Shield matcht met je kast. En schroef het bord dan ook vast met de meegeleverde schroefjes. Sluit dan ook de twee CPU power connectors aan via de aansluiter aan de bovenkant. En doe dit dan ook met de stekkers van het moederbord. En dat maakt het managen van je kabels ook even een stuk makkelijker. Je kunt dan aan de achterkant gelijk deze kabels gaan vastzetten. En dit voorkomt voor later veel meer hoofdpijn. En als je toch bezig bent, sluit dan ook gelijk de USB-C kabel aan rechts van het moederbord. Dan heb je die ook al vast gedaan en hoef je er zo meteen niet meer naar om te kijken. Over naar de waterkoeler. En de NZXT Kraken Z73 is momenteel het topmodel van NZXT. Dus mijn verwachtingen die liggen hier ook wel hoog mee. Nou, haal de waterkoeler uit de verpakking en pak de backplate en het zakje schroefjes met socket 1700 erop erbij. Plaats de backplate dan aan de achterkant van je moederbord bij je CPU en schroef deze dan vast met de meegeleverde schroefjes. Next up is de radiator en kijk ook goed hoe je deze wil plaatsen in je behuizing. Nou, leg de 3 NZXT RGB fans erop samen met de washers en begin met schroeven. Voor dit karwei scheelt het enorm om dit met een kleine accutol te gaan doen en degene die ik ook gebruik zal ik ook in de beschrijving zetten zodat je die zelf kan bestellen. Nou, verbind de fans dan met elkaar door middel van de kleine RGB kabels, verbind in met in en out met out. En that's it. Sluit de kabel van de waterkoeler aan op de all-in-one pump header of de CPU fan header als je die niet hebt. En werk dan ook zoveel mogelijk kabels door naar achteren. In dit geval is dat dus de SATA stroomaansluiting samen met ook de fan splitter. Haal ook gelijk het stoffilter aan de bovenkant van je kast los en duw dan de radiator tegen de bovenkant aan. Zorg ook voor dat de kabels van de fans ook gelijk naar achteren weggewerkt worden om het aansluiten zo meteen wat makkelijker te maken. Plaats de washers, schroef het vast en ga zo door tot je de hele radiator hebt vastgedraaid. In het begin is het even pielen, het is geen kleine radiator, maar zodra de eerste 3 schroefjes ook vastzitten, dan wordt het wel een stuk makkelijker. Sluit aan de pomp dan de micro-USB kabel aan, samen met de connector waar de rest van de kabels aan vastzitten. Verwijder het plasticje aan de onderkant en draai de waterkoeling dan vast. En niet schrikken, het schermpje is bij mij nu weliswaar een kwartslag gedraaid, maar dat kan je fixen in NZXT Cam. Sluit aan de achterkant nog even de kabels aan en probeer het gelijk strak te gaan managen. En vergeet ook de SATA stroomadapter niet, want dit is wel even een hele belangrijke. Het is tijd voor de headers aan de onderkant van de moederbord en sluit hiervoor linksonder de kabel aan voor de front audio en daarnaast de USB 2.0 kabel voor de waterkoeling. De front panel connectors zijn hier wel heel erg makkelijk, geen priegelige stekkertjes, maar gewoon één header. En dit is iets dat ik heel graag vaker wil gaan zien. Dit scheelt zoveel gepriegel. Het is gewoon nu één keertje aansluiten en je bent klaar. Als laatste ook nog USB 3.0 die verstopt zit aan de zijkant. Sluit deze ook even aan en dan zijn we ook klaar met de headers. Het allerlaatste onderdeel is dan ook deze videokaart. De Gigabyte GeForce RTX 3060 Eagle is een leuk kaartje voor Full HD gaming. Maar voor Premiere Pro is dit wel een topkaart. 12 GB VRAM en ook extra versnelling tijdens het editen en toevoegen van effecten zorgt ervoor dat Premiere Pro een stuk minder problemen geeft. Dit hier is dan ook een dual slot videokaart, dus schroef dan ook de twee plaatjes los die bij het bovenste PCI Express X16 slot zitten. Klik het PCI Express slot open, haal de bescherming van de videokaart eraf en klik dan ook de videokaart erin. Schroef de videokaart vast met de twee schroefjes die we net hebben losgehaald en sluit dan ook de voedingskabel aan. En deze videokaart heeft een 6+2 pin power connector nodig. Dus dat moet dan even geregeld worden. Ik werk de kabel via het gat aan de onderkant naar boven, aansluit dat ding en done. Nog even voor de looks nog even een kabelbinder en dan is de videokaart ook aangesloten. Check nog even aan de achterkant of alles ook naar wens is. Is het een beetje strak weggewerkt? Zijn er geen kabels die nog los aan het bungelen zijn? Fine-tune het desnoods, zorg ervoor dat het net even wat netter eruit ziet. En ben je happy? Plaats dan de zijpanelen terug, klik ze vast, plaats de stroomkabel en we're done. Oké, makers, het is dus voorbij. Dit hier is dus die PC. Want oh my gosh, dit is wel echt even een hele leuke PC, hoor. We hebben hier dus een Intel Core i7 12700K erin zitten met een RTX 3060. Je zou misschien wel denken van, hey, dat lijkt me niet helemaal te kloppen ook. Maar dat kan kloppen, want deze PC gaat voornamelijk gebruikt worden voor videobewerking in bijvoorbeeld Premiere Pro of in DaVinci Resolve. Ja, een 12700K en een RTX 3060 is dan gewoon een hele prima combinatie. Check even hoe dit er verder uitziet. We hebben ook heel fancy RGB verlichting erin zitten. De Z73 waterkoeler, ja, de CPU staat nu op 27 graden. En dat is gewoon een hele nette score.
Ik ben er helemaal happy mee. Wil je vaak van zulke PC-build video's zien? Laat me dat even weten in de reactie beneden. En geef deze video ook weer massaal een duimpje omhoog. Shoutout ook even naar NZXT voor het mogelijk maken van deze PC. En wil je meer informatie hebben over de H7 Elite die nu momenteel te koop is? Check dan even de link in de beschrijving samen met even ook de andere specificaties. Makkers, thanks voor het kijken weer naar een nieuwe PC-build video. En als je dit vaker wil zien, zorg er dan voor dat je geabonneerd bent. Zet een belletje aan en vergeet deze video ook niet even een duimpje omhoog te geven. Laat kijken voor de 300 weten aan te tikken. En deze gaat even leuk gebaard worden om mee te editen. Jongens, thanks voor het kijken weer. En zoals altijd zeg ik, tot ergens.